In de vorige video keken we naar de periode direct na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, de periode van de wederopbouw. Nou ja, en die wederopbouw die slaagde onder meer dankzij die Marshallhulp. En daardoor groeide de economie weer en dat leidde tot groeiende welvaart. En wat dat voor gevolgen heeft, daar gaan we in deze video eens naar kijken. Want die jaren 50 van de 20ste eeuw, de jaren 1950, dat was een periode in Nederland van economische groei en vooral ook van de groei van de industrie. Ja, en er werd dus weer meer geld verdiend, kwam meer welvaart, kwam meer belastinginkomsten en dat zorgde ervoor dat onder leiding van uh, minister-president Willem Drees, die we hier links onder zien, de regering begon met de opbouw van de zogenaamde verzorgingsstaat. Ja, en wat is dat dan een verzorgingsstaat? Dat is een staat waarbij de overheid zorgt voor het welvaart en voor het welzijn van alle burgers door het geven van uitkeringen. Dus mensen die bijvoorbeeld werkloos zijn, ja, die krijgen een uitkering vanuit de overheid. Of mensen die uh, langdurig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen, die kunnen een uitkering krijgen vanuit de overheid. En ook oudere mensen die niet meer kunnen of hoeven te werken, die krijgen een uitkering vanuit de overheid. De AOW, de Algemene Ouderdomswet, werd daarvoor ingevoerd. En dat is zo'n voorbeeld van de wet die past bij de verzorgingsstaat. De economie groeide, de belastinginkomsten namen toe en daardoor kon de overheid dus dit soort dingen gaan doen. Maar die economische groei en die toenemende welvaart, die leidt ook tot iets anders. Zeker in de jaren zestig zien we dan dat er een zogenaamde consumptiemaatschappij ontstaat. En een consumptiemaatschappij is een maatschappij, een samenleving waarbij mensen veel spullen kopen die ze niet per se nodig hebben. Die ze vooral dus kopen om te consumeren. Zo zien we dat steeds meer Nederlandse gezinnen een auto krijgen. Het autogebruik neemt enorm toe. De televisie wordt geïntroduceerd en dat, die komt ook in steeds meer huiskamers te staan. En mensen gaan ook steeds vaker op vakantie en ook steeds vaker gebeurt dat dan naar het buitenland. Het is allemaal niet per se nodig om in leven te blijven. Het zijn allemaal luxe goederen of luxe diensten zoals een vakantie. Maar het maakt het leven van de mensen, vonden ze zeker ook in die tijd, dus wel een stuk prettiger. En omdat die economie maar blijft groeien in de jaren 50 en 60, uh, komen fabrieken steeds vaker met uh, personeelstekorten te zitten. En daarom uh, doen ze steeds vaker een beroep op zogenaamde gastarbeiders. Dat zijn mensen die vanuit een ander land tijdelijk in Nederland komen werken vanwege tekort aan arbeidskrachten dat er dus is in de industrie, in de Nederlandse fabrieken. Nou, dat waren bijvoorbeeld uh, mensen uit uh, Zuid-Europa. Dat, dat, dat waren de eerste gastarbeiders. Dus dat zijn net over Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Grieken. ...en later komen er ook uh, mensen uit Turkije en Marokko bij. Hoewel het idee was dat gastarbeiders tijdelijk zouden komen... ...bleven veel mensen permanent in Nederland wonen... ...en lieten bijvoorbeeld ook hun families, hun gezinnen overkomen. En ja, tegelijkertijd zagen we ook dat er andere groepen migranten waren... ...die naar Nederland kwamen na de Tweede Wereldoorlog... ...en die kwamen daar naartoe omdat ze eerst in een voormalige kolonie van Nederland leefden... ...zoals bijvoorbeeld Nederlands-Indië wat Indonesië was geworden... Door de onafhankelijkheid van Indonesië waren er ook veel Indonesiërs die uh, naar Nederland vertrokken. Omdat ze daar dachten een betere toekomst op te kunnen bouwen. En hetzelfde gebeurde toen in 1975 Suriname zich onafhankelijk verklaarde. Toen zagen we dat honderdduizenden Surinamers naar Nederland kwamen. Ja, en door al die migranten, dus die gastarbeiders en de mensen hier op het scherm ook, uh, wordt Nederland steeds meer een multiculturele samenleving. Oftewel een samenleving waarin veel verschillende culturen naast en door elkaar leven.